Nou, we zouden namelijk niet blind moeten staan naar die aangiftes die er gedaan zijn, 18. Maar dat zouden we namelijk moeten vermenigvuldigen met 20 à 30 in mijn beleving. Omdat velen namelijk niet durven om aangifte te doen. Wanneer je bekend wordt op deze manier, als je naar Turkije gaat met vakantie, veel roots liggen natuurlijk daar. En dan ben je vele malen kwetsbaarder. Vanwege de spanningen binnen de Turkse gemeenschap komt de politie nu met de mogelijkheid om geanonimiseerd aangifte te doen. Dat betekent wel met naam, maar niet met adres en andere gegevens. Daar zijn we ook mee bezig. Dus ik blijf altijd onze Amsterdammers oproepen. Als je bedreigd en geïmideerd wordt, ga naar de politie, meld het, doe het aangifte. En dan hebben we het er samen ook over. Want we willen ook niet dat er uit een aangifte extra dreiging komt. Toch is er ook kritiek. Want volgens Taskan pakt de politie lang niet alle zaken direct op. Als er sprake is zeg maar, van directe bedreiging, dan zie ik en merk ik dat de politie adequaat optreedt. Maar wanneer de urgentie minder is, dan blijven de aangiftes heel erg lang liggen. En dat creëert namelijk een sfeer in de gemeenschap. Een soort witteloosheid, machteloosheid, alsof de overheid als het ware niets doet. Ik kan me dat voorstellen, maar dat is hier natuurlijk niet aan de hand. Hè. We zitten midden in deze crisis. Die 18 aangiften hebben ook relaties met elkaar, dus dat is echt gedegen onderzoek. En het is voor ons niet zo dat we ze soort natuurlijke rang schikken we ze. En als er een risico is, gaat dat voor. Maar het is niet zo op dit moment dat in dit vraagstuk aangiftes blijven liggen ver weg. Dat komt wel eens voor in andere zaken, maar niet hier in het geval waar het om gaat over bedreiging en intimidatie.